Wereldwijd wordt op 1 december Wereld-AIDS-dag herdacht. Op deze jaarlijkse dag staat de strijd tegen AIDS in de schijnwerpers en wordt opgeroepen tot meer solidariteit voor mensen met HIV en AIDS. Ook in Suriname is er aandacht hiervoor. We spraken hierover met Dr. Lieke Wautier, internist-infectioloog, en Veronica Afrudo, verpleegkundige counselor van het Diakonessen Ziekenhuis. De vraag is wat HIV en AIDS precies zijn. HIV staat voor humaan immunodeficiëntievirus. Dat betekent dat het een virus is, een heel klein besmettelijk deeltje. Wat bij mensen, dus een humaan, een tekort van het immuunsysteem geeft. Dus het virus tast het immuunsysteem zodanig aan dat dat steeds slechter wordt. En pas na jaren en jaren beginnen de afweercellen, dat noemen we de CD4-cellen, zodanig laag te worden dat mensen klachten krijgen. U kan zich voorstellen, als het afweersysteem niet meer goed functioneert, dan word je gemakkelijker ziek van allerlei infecties, van andere virussen, maar ook van bacteriën, van schimmels. Beestjes die ons normaal gesproken niet ziek maken, kunnen dan toch ziekte veroorzaken. Dat ontstaat over het algemeen pas als het aantal CD4-cellen behoorlijk ver gedaald is. Die grens is 200. En als mensen dan ziek worden met beestjes waar je normaal niet ziek van wordt, dan hebben ze AIDS. En die afkorting staat voor Acquired Immunodeficiency Syndrome. Dus AIDS is eigenlijk het eindstadium van een infectie met een HIV-virus. Dus HIV wordt vastgesteld door middel van een HIV-test. Dat is een test die in het bloed test voor antistoffen tegen HIV. Dat betekent dat je lichaam al een reactie gevormd heeft op het HIV-virus. Die test is heel gevoelig, dus de kans dat je een negatieve test hebt terwijl je eigenlijk HIV hebt is enorm klein. Het is wel zo dat het even kan duren voordat die test positief wordt. Dus als je net gisteren of een week geleden onbeschermd seksueel contact hebt gehad en je doet op dat moment een HIV-test, dan kan dat zeker nog niet uitsluiten dat je HIV-positief bent geworden. Het advies is om na 3 maanden het dan nog een keer te herhalen. Op dit moment hebben wij in het Diakonessenhuis ongeveer 500 HIV-patiënten onder behandeling. De NCD-CD-unit staat voor chronische en niet-chronische overdraagbare aandoeningen. Op de afdeling geven we voorlichting aan patiënten met verschillende ziektebeelden. Zoals de chronische ziektebeelden, HIV, diabetes mellitus en hypertensiepatiënten. Je kan komen om een HIV-test te doen. Indien je een pasje hebt, een verzekeringspasje, kan je komen naar binnen om een HIV-test te doen. Mocht het zijn dat uw test positief is, krijg je dan de verdere begeleiding. Samen met de internisten, we hebben een multidisciplinaire team. De internist, de maatschappelijk werker, de gynaecologen, de huisartsen, doen we dan samen de behandeling van de patiënt. Tegenwoordig is er wel een schaarste aan medicatie en ook materialen, voorlichtingmaterialen. Vanwege de COVID is dan een afname aan medicatie. Dus we hopen dat we dan zo snel mogelijk weer hulp krijgen van het buitenland of in Suriname om dan die patiënten van medicatie en voorlichtingmaterialen te kunnen voorzien. Wanneer ze op de poli komen, maken ze mee dat ze soms van hun werkplaats ontslagen wordt, dus door discriminatie. De discriminatie is er nog steeds hoog in de samenleving. Ze worden nog steeds ontslagen en dan hebben ze dan geen sociale voorzieningen om verder te leven in het maatschappij. Vooral vrouwen die kinderen hebben, om die kinderen te verzorgen, om de kinderen door te laten gaan naar school, dat gaat heel moeilijk. En soms worden ze ook gediscrimineerd door familieleden. Sinds de COVID-periode, daar is alles dan zo'n beetje achteruit gegaan.
Ze kregen dan een sociale pakket van sociale zaken. En als we dan donaties krijgen vanuit de infectioloog ook, dan worden ze dan ook geholpen. Er worden ook soms meetings met ze georganiseerd. En van daaruit krijgen ze ook voorlichtingmaterialen en wat vergoeding, een pakketje mee naar huis. Boodschap dat ik heb voor de gemeenschap, laten ze mensen met HIV de nodige ondersteuning geven. Niet meer discrimineren, want HIV kent geen jong en oud. Zodra je seksueel actief bent, kan je HIV-virus oplopen. Dus laten we stoppen om te discrimineren, want mensen met HIV hebben het recht, zoals iedere andere burger in de maatschappij. Dus laten we mensen met HIV de nodige ondersteuning geven. HIV krijg je niet door met mensen samen in één bedrijf te werken of uit één kan te drinken of samen uit één bord te eten. Laten we dan mensen met HIV de nodige ondersteuning geven. Ze hebben recht om verder te leven. Ja, ken je status en laten we helpen om de HIV-virus dan te stoppen door veilig te seksen.